Het is weer zover. Langs onze vaarten en kanalen kunnen we ze nu weer overal zien zitten, de eenzame hengelaars. Al op de eerste morgen dat het visseizoen open was, trokken de ouderen van Dagen uit het gemeentelijk verzorgingshuis van Amsterdam erop uit. 138 mannen, die allen de 60 al gepasseerd zijn. Men had een best viswatertje uitgezocht, de Naarder Trekvaart. Het was verder best visweertje, dus de vooruitzichten waren gunstig en iedereen was vol goede moed. Maar naarmate de morgenuren verstreken, begonnen velen toch aan succes te twijfelen. Want de vissen schenen geen trek te hebben. Toen opa Meijer van 83 eindelijk de eerste vis bemachtigd had, werd hij meteen in de bloemetjes gezet. En toen wilden de vissen opeens wel bijten, maar het was allemaal grut. Allemaal gemeten en te klein bevonden en terug de plomp in. Tragiek van de hengelaars. Menigeen zocht dan ook troost bij de andere seksen. Toen aan het eind van de dag de hengels werden ingeleverd, kon de balans worden opgemaakt. Schrikt u niet. De enige die nog een prijs kreeg was opa Klein van 69, omdat hij 22 visjes had gevangen. Allemaal ondermaatse. Elk jaar weer.